In 1971 kwam ik voor het eerst op Bonaire. Dus ik ken Bonaire ook al zo'n kleine 40 jaar. En een van de belangrijke aspecten daarbij is dat ik ben in 1973 begonnen met stukken koraalbodem op Curaçao, maar ook op Bonaire. We hebben het hier over Bonaire, te gaan fotograferen. Dus, en over de tijd, over die nu 39, bijna 40 jaar, ben ik teruggekomen, keer op keer op keer, om diezelfde stukken bodem te fotograferen. Dus we hebben een goed overzicht over de laatste 40 jaar hoe het koraalrif van Bonaire zich heeft ontwikkeld. En dan is de vraag natuurlijk van, nou, hoe ging dat dan? Dan moet ik een droeve boodschap vertellen, dat ging niet goed. De koraalbedekking toen ik begon in 1971 was ongeveer 60%. Dus van een stuk bodem was 60%, meer dan de helft, was bedekt met levend koraal. Als ik nu op dezelfde plaats mijn foto's neem, dan is dat misschien 20%. Daarbij zijn de veranderingen ondiep groter dan diep. En ik denk dat dat een indicatie is van de invloed van de mens. Dat diepe water wordt niet zo makkelijk beïnvloed door de mens als het ondiepe water. Op korte termijn is het belangrijkste, en dat is ook de ontwikkeling die van invloed is geweest op de laatste 40 jaar op de riffen op Bonaire, dat zijn overbevissing, dat is nutriënten, dus de voedingsstoffen die in het water komen, hotels, riolering, noem maar op, allerlei oorzaken. En de derde is coastal development, de ontwikkeling van de kust.